makkelijk om te maken en ook nog zeer budgetvriendelijk. Hallo, hallo! Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe Action DIY. Mijn naam is Elise en je kunt mij kennen van mijn eigen creatieve YouTube-kanaal Elise Dingen. Vandaag heb ik weer een leuke DIY voor je met kaarsen. En hij is niet alleen leuk, hij is ook heel eenvoudig. Ben jij nou net als ik dol op leuke en makkelijke DIY-projecten? Geef deze video dan een duim omhoog en dan gaan we gauw beginnen. Voor dit soort projecten is het belangrijk dat je de juiste kaarsen gebruikt. Niet een kaars met een gekleurde coating, maar een kaars waarvan het hele kaarsvet deze kleur bevat. Ik gebruik deze Cambra kaarsen, die vind je dus bij Action. Ik heb alle spullen voor deze DIY klaargelegd. Wat je nodig hebt is heet water. Echt net uit de waterkoker. Pas goed op, want het is dus super heet. Ook gebruiken we een glazen potje. Dit is de kaars die ik zo meteen ga versieren met het kaarsvet van deze kaars. Dus je hebt een basiskaars nodig en een gekleurde kaars waarvan je het kaarsvet wil gebruiken. Een mesje. En het gekleurde kaarsvet, dat doen we zo meteen in dit potje. En gebruik iets van een placemat of een beschermde ondergrond, zodat je zeker weet dat je geen vlekken krijgt op je tafel. Als eerste verwijder ik de stickers van onze kaarsen, want ja, die hebben we niet nodig. Oh, jammer, ik vind het altijd zo fijn als het in één keer gaat. Ja, helaas vandaag niet. Yeah. Dan leg ik onze basiskaars even aan de kant, die hebben we nu nog niet nodig. We hebben eerst wat was nodig van deze kaars. En dat schraap ik eraf in het potje. Dit is eigenlijk niet de meest handige manier. Ik schraap het er gewoon even af zo op mijn placemat. En dan doe ik het daarna in de pot. En nu denk je misschien, waarom schraap je die stukjes eraf? Is het niet handiger om gewoon die kaars in de pot te zetten en dan de pot in heet water te zetten? Dat kan ook, maar als je kleinere stukjes gebruikt, smelt je was veel sneller. En kun je dus veel sneller aan de slag met je DIY. Wanneer je genoeg was hebt verzameld, doe je dit in je glazen potje. En ik gebruik hiervoor een glazen potje wat ik over had, waar jam of pindakaas of wat dan ook in had gezeten. Zodat ik niet een mooi schaaltje hoef te gebruiken om daar de was in te laten smelten. Tuurlijk krijg je het er wel uit, maar dat is toch wel heel veel schoonmaakwerk. Dus dan vind ik het fijn om voor dit soort projecten gewoon zo'n glazen potje te gebruiken. Heb je je pot gevuld met was? Dan zetten we deze in het hete water. Wees voorzichtig met heet water en zorg er ook voor dat er geen water in het potje belandt. Ja, en nu moeten we gewoon even wachten. Inmiddels is de was helemaal gesmolten. Je ziet het wel, het is echt vloeibaar. En dan is het tijd om je basiskaars erbij te pakken. Je kan de bovenkant van de kaars in de was dippen, maar wij gaan beginnen met de onderkant. Dat lijkt me wel een leuk effect. Dus dan krijgt de onderkant van mijn witte kaars een beetje zo'n roestbruine kleur. We dippen hem er even in en we halen hem er meteen weer uit. Ik dip even nog een keer en we halen hem er meteen weer uit en je ziet al een laagje ontstaan. Ik hou mijn potje wat schuiner, zodat ik wat meer oppervlak van de kaars kan bereiken. En het dippen is echt maar heel kort. Je haalt hem er meteen weer uit, laat het stollen en dan dippen we hem weer. En laten we het weer even stollen. Dan ga je eigenlijk net zo lang door tot je tevreden bent. En het lijkt mij leuk om een soort ombre effect te creëren. Daarbij zorg ik dat de onderkant wat vaker gedipt wordt dan de bovenkant. Ik zal proberen het je te laten zien. Ik dip steeds kort en haal meteen mijn kaars weer uit het kaarsvet. En zie je dat? Zo krijg je langzaamaan een beetje een ombre effect. Aan de onderkant heb ik inmiddels een beetje te veel kaarsvet. Oeps! Maar je begrijpt in ieder geval het effect wat ik wilde maken. En werk snel, want je ziet het. Mijn kaarsvet is alweer aan het stollen. Nou ja, dat is natuurlijk geen probleem. Als je kaarsvet weer te hard wordt om te gebruiken, dan zet je het gewoon weer even in heet water en kun je daarna verder werken. Ja, zo zie je het kleurverloop goed. Het beste kun je elke laag even goed laten drogen voordat je je kaars dus weer in het kaarsvet dipt. Tijd voor de volgende kaars en laten we bij deze nou juist de bovenkant dippen in plaats van de onderkant. Hier gaan we! Oké, dat was de eerste laag. Laat hem even uitlekken. Lijkt nu aardig opgedroogd. Tijd voor het tweede laagje. En we laten hem weer uitlekken. Ja, en zo creëer je dus een beetje een kleurverloop. Als het kaarsvet goed gedroogd is, dan kun je het ook even een beetje van het lont afsnijden. Want ja, een lont vol met kaarsvet, dat is niet zo handig. Oh kijk, het gaat heel makkelijk. En dan is ook je tweede kaars klaar.
Dit is toch een leuk setje zo. Ik heb nog een leuke manier om een kaars te versieren. En daar hebben we vuur voor nodig, een aansteker. Als je nou twijfelt, als je denkt dat je misschien hulp hierbij nodig hebt, vraag dan hulp. Want werken met vuur is natuurlijk een beetje gevaarlijk. We hebben hier weer een witte kaars als basis. En dit keer wil ik deze mooie donkerblauwe, beetje blauwgroene kleur gebruiken om te druppelen op deze kaars. Ik steek hiervoor de blauwe kaars aan. En dan houd ik hem een beetje schuin boven mijn witte kaars. Ja, daar is de eerste druppel al. Dat is het effect wat we willen. En zorg er dus voor dat je je ondergrond beschermt. Want anders heb je zometeen kaarsvet op tafel liggen. En geloof me, dat wil je niet. Het is altijd even oefenen om die mooie ronde stippen te krijgen. Maar je hebt er al snel een beetje handigheid in. En de truc is om je blauwe kaars eigenlijk recht boven je basiskaars te houden. Dan lopen de druppels niet zo snel weg. Maar het is maar net wat voor effect je wil, want daar kun je juist ook weer heel leuk mee spelen. En ben je klaar? Dan blaas je de kaars uit. En zo simpel kan een DIY zijn. Makkelijk om te maken en ook nog zeer budgetvriendelijk. Dan heb je toch weer een uniek eigen product, een eigen kaars. Ja, en sommige dingen, dat vergt even wat oefenwerk. Maar als je eenmaal het gevoel met je te pakken hebt, dan is het heel erg leuk, vind ik, om te doen. Ik vond het superleuk dat je weer keek naar deze nieuwe Action DIY. Maar er zijn nog veel meer Action DIY's op dit kanaal te vinden. En ook heel veel andere leuke video's. Dus neem ook daar zeker even een kijkje. Het lijkt mij heel erg leuk om jou de volgende keer weer terug te zien op dit kanaal. En wil je geen enkele video missen, dan kun je je abonneren op dit kanaal. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende. Doei!